Nieuwsradio. Cryptocast. Herbert Blankenstein. Welkom in de Cryptocast. Met vandaag de vierjaarlijkse halving van Bitcoin zal deze week plaatsvinden. Wat zijn de gevolgen voor de markt en voor de miners? En de SEC richt zijn pijlen op de decentrale cryptobeurs Uniswap. Maar op wie moeten ze dan precies gaan mikken? Dit is Cryptocast 320. Mijn co-host is Daniel Mol. Hoi. Hallo Herbert. Hallo. Redacteur Cryptocast en BNR Digitaal. We geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening. Maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Nou, deze week is het eindelijk zover. De vierde Bitcoin-halving gaat plaatsvinden. Een vierjaarlijkse gebeurtenis waarbij de subsidie voor de Bitcoin-miners wordt gehalveerd. Wat worden de gevolgen voor de markt en voor de miningbedrijven zelf? Daniel, wat gebeurt er ook weer precies met zo'n halving? Nou, het is in ieder geval een reden voor een feestje. Maar dat ga ik zo meteen maar eens uitleggen. Dat is het allerleukste. Ik laat even beginnen met korte uitleg hoe Bitcoin mining dan ook weer werkt. Iedere 10 minuten worden door de miners wereldwijd een blok gevonden, gemiddeld. En in dat blok krijg je dan subsidie een deel en transactiekosten een deel. Er gaan transacties mee aan dat blok. Daar betalen mensen voor. Dat zijn die transactiekosten. En er zit een deel subsidie bij, wat de miners dus krijgen en wat het verdienmodel is van die miners. Ja. Nou, het subsidiedeel, dat gaat iedere 4 jaar door de helft. Dus ooit begonnen we op 50, toen 25, nou zo door. En nu zitten we dus, gaan we van 6,25 naar 3,125. En dat is eigenlijk precies wat er gebeurt. En omdat het een soort vierjaarlijkse gebeurtenis is, vieren we dat. Nou ja. Zo simpel is het. Ja, en zo leer je tussen de bedrijven door ook nog door twee delen. Precies. Want, absoluut. Elke keer. Ja, en we weten blijkbaar niet precies wanneer die halving plaatsvindt. Want ik zie al weken, wat maandenlang zie ik tellers die allemaal een andere stand aangeven. Ja, nee, dat is ook best lastig. De aankomende vrijdag, dan heb ik het over 19 april, is er ook een halvingfeestje in de Poststormkerk in Amsterdam. Wij zijn er allebei trouwens bij, Herbert. Heel leuk. Ja. Kaartjes zijn uitverkocht, dus dat is dan jammer als je dit nog hoort en heel graag wil komen. Dan moet ik zonder kaartje gaan. Ja, nee, ja, jij bent onderdeel van het programma. Dus nee, maar we weten niet precies wanneer die halving gaat plaatsvinden. En dat heeft te maken dat met de Bitcoin-klok, zou ik willen zeggen. De halving gaat precies plaatsvinden op blok 840.000. En ik heb al gezegd, iedere 10 minuten een blok. Nou, dat is sinds januari 2009 is er iedere 10 minuten gemiddeld een blok bijgekomen. Maar ja, dit kan ook, het volgende blok kan ook 9,5 minuten duren, of 10,5 minuten, of misschien zelfs wel 20 minuten, weet je wel. Nou ja. En zo kan je dus nooit precies weten wanneer blok 840.000 gemined gaat worden. Dus ja, elke blok dat we dichterbij komen, we moeten er nog ongeveer 500, weten we iets preciezer waar die halving gaat die vallen. Die nauwkeurigheid neemt toe. Ja. Dus we kunnen nu al zeggen, ja, 19 of 20 april gaat het ergens gebeuren. Misschien in de nacht van 19 op 20 april. En als de komende 500 blokken ineens veel sneller dan 10 minuten gaan, dan wordt het 19 april misschien wel 's middags. Nou, dat weten we dus nog helemaal niet, maar we kunnen nu ongeveer zeggen. Maar het feestje op 19 april is bij nader inzien dus wel behoorlijk goed getimed. Dat is heel goed getimed. En als de miners een beetje doorwerken, dan zou het best kunnen dat tijdens jouw speech of act dat de halving daadwerkelijk gaat plaatsvinden. Dat zou heel bijzonder zijn, maar we rekenen er niet op. Het effect van die halving, wordt dat ook steeds minder? Nou ja, wat ik dus net al zei, we begonnen ooit met een subsidie per blok, dus per 10 minuten, van 50 bitcoin. Dus als je dat blok mined als miner, dan krijg je 50 bitcoin cadeau. Nou ja, vroeger was dat niet zo heel veel geld. Inmiddels is dat 50 keer, wat is het, $63.000. Dus dat is een heel groot bedrag. Maar goed dat we het gehalveerd hebben. Precies, dus dat is langzaam gehalveerd naar inmiddels 6,25 bitcoin. Straks gaan we dus naar 3,125 bitcoin. En het absolute effect wordt dus steeds minder. Want van 50 naar 25, nou, jij bent de natuurkundige hier. Jij kan dat beter uitleggen misschien nog wel dan ik. Maar het absolute effect, de impact neemt af. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen, de mediawaarde, de hype die rond zo'n halving, dat mag je wel zeggen, die neemt toe. Steeds meer mensen zijn bezig met Bitcoin. De media, zoals wij, doen er verslag van. Er zijn feestjes in de Poststormkerk in Amsterdam. Wereldwijd zullen er feestjes gehouden worden. Waardoor steeds meer mensen dan op het idee komen om misschien Bitcoin te kopen, wat ook weer zijn effect kan hebben op de koers. Precies. En historisch gezien heeft de halving toch ook een positief effect op de koers. We gaan zometeen maar even aan Bert Slachter, onze prijsanalyse-expert, vragen hoe dat precies eruit ziet. En of dat daadwerkelijk zo is, dat is nog ook maar de vraag. Maar er hangt een bepaalde hype omheen en die is wel belangrijk.
belangrijker en wordt steeds belangrijker. Ja, intussen gaan de miners, nou in dollars moeten we dat nog zien, maar in bitcoin steeds minder verdienen. Dus hoe ziet de balans eruit? Nou ja, in voorgaande halvings was er toch wel een soort reële angst dat veel miningpartijen zullen omvallen. Mining is inmiddels een serieuze business geworden. Er zijn meerdere beursgenoteerde bedrijven, vooral in Amerika, Noord-Amerika, die daar echt hun verdienmodel met fabriekshallen vol van die apparaten hun verdienmodel van hebben gemaakt. Vier jaar geleden, in 2020, was de angst ook wel van, joh, nou, er gaan echt wel wat partijen kopje onder. Want het verdienmodel gaat dus bijna door de helft. Je hebt de transactiekosten, dat is een klein deel. En de subsidie is nog altijd een belangrijk deel van dat verdienmodel. Dit jaar, zeg maar deze vierjaarlijkse cyclus, dus in 2024, is dat echt wel anders. En dat denk ik heeft te maken met dat toch die miningpartijen waar ik het net over had, die zijn echt wel volwassen geworden. Grote bedrijven, zoals Meriton Digital, en dat vind ik denk ik het beste voorbeeld, dat is een van de grootste miningpartijen wereldwijd, die zien die halving toch steeds meer als een kans. De CEO heeft zelfs in een interview gezegd, ja, wij houden wat extra cash op de zijlijn, zeg maar, om na die halving eens even te kijken of er wat kleinere partijen in Amerika gaan omvallen, zodat wij de inboedel daar kunnen overnemen. Om zelf groter te worden. Precies. En in die zin is de halving voor de grote partijen dus een kans. Ze weten dat die komt. Iedereen weet in de bitcoinwereld dat na vier jaar dat verdienmodel toch door de helft gaat op een bepaalde manier, tenzij de bitcoinprijs stijgt. Goed dat je het erbij zei. Dat is het. Ja. En als er dan kleinere partijen omvallen, dan zijn de grote jongens die staan klaar met een hoop geld om ze eens op te slokken. Dat vind ik wel veelzeggend. Ja, maar het gaat op termijn van een paar decennia, maar het gaat vrij hard, gaat die hele subsidy naar nul. Dus het moet vroeg of laat, en heel binnenkort is die toch ook verwaarloosbaar. Hè? Want de bitcoinprijs kan niet net zo hard blijven stijgen als die subsidy naar nul gaat. Absoluut. Dus gaan ze het vroeg of laat kunnen bolwerken met alleen transactiekosten? Of komt er nog iets anders bij? Ja, dat is ook echt weer spannend. Net zoals gaan er miners omvallen, die angst is misschien een beetje weg. Maar gaat het alleen op transactiekosten uiteindelijk kunnen? Ja, is nog wel spannend. Maar de laatste jaren zijn er wel wat ontwikkelingen die hoop geven in die zin. Daar is ook veel discussie overigens over. Omdat er steeds meer projecten zijn die concurreren om die schaarse ruimte in de blokken van bitcoin. Een van die projecten, of een van die ideeën eigenlijk, zijn de ordinals. Dat is dus kan het heel uitgebreid maken, maar het zijn eigenlijk een soort NFT's op bitcoin. Non-fungible tokens op bitcoin. Ja, die zijn heel gewild, kosten steeds meer ruimte. Ik heb daar zo ook een leuk voorbeeld van, daar komen we zo op. Maar dat soort ideeën, daar ontstaat dan een hype omheen. En iedereen wil dan met die ordinals aan de gang van. En dat kost heel veel ruimte op de bitcoin blockchain. En dus gaan die transactiekosten ook omhoog. Tegelijkertijd groeit de adoptie van bitcoin natuurlijk ook. Dus steeds meer mensen willen bitcoin versturen, willen bitcoin naar hun eigen wallet sturen, willen het een keer verkopen. Dat gaat ook aan transactiekosten toenemen. Dus op termijn zou het best wel kunnen dat gewoon gaat lukken. En dat die miners kunnen leven tussen aanhalingstekens van transactiekosten. Ja, en er is iets aan de hand rond blok 840.000. Dat eerste blok na de halving. Ja, dat is dus het blok waar de halving gaat gebeuren. Als de teller op 840.000 springt, dan gaan mensen over de hele wereld juichen. Laten we het zomaar zeggen. Wat er aan de hand is, dat heeft dus met die ordinals te maken. En er is een soort verdeling. Ja, het is een idee, maar hoe meer mensen een idee onderschrijven, hoe belangrijker het wordt. Zou ik maar willen zeggen. Een meme, ja. Ja, precies. Nou ja, en je kan dus die, eigenlijk met die ordinals kan je het aantal satoshis, dat is 100, een 100 miljoenste stukje van een bitcoin, kan je dus opdelen in verschillende zeldzaamheden, zou ik maar willen zeggen. Dus dan heb je het onderverdeeld, en dit is dus allemaal bedacht door mensen in de bitcoin-gemeenschap. Common, dus veel voorkomend, is iedere satoshi in een blok eigenlijk. Dus ieder stukje bitcoin wat in een blok zit. Nou, uncommon, dus wat minder zeldzaam, is de eerste satoshi van elk blok. Nou ja, zo kan je doorgaan. Uiteindelijk kom je dus op epic, dus dat is episch. En dat is de eerste satoshi van het blok dat de halving betekent. Nou ja, die komt dus eens in de vier jaar voor. Dus dat is een heel zeldzaam stukje. Een collector's bitcoin. Item. Een collector's item. En de gedachte is dus dat de miners, de grote miningpartijen, echt de concurrentie met elkaar aangaan om dat collector's item te vinden. Om dat eerste blok te minen. Dat gaat toch wel een soort heel interessante extra dynamiek opleveren. En het kan ook later verhandeld worden. Ja, precies. Dus die kan je weer de miner die het vindt, kan het verkopen. Precies, en daar weer flink mee. De gedachte is echt wel dat het miljoenen
gaat opleveren. En ja, het is natuurlijk ook weer een beetje een geval van wat de gek ervoor geeft, natuurlijk. Uiteraard. Maar dit is toch een soort extra dynamiek waar we bij die halvingen eens op moeten gaan letten. Dat was heel leuk. Interessant. Tijd om naar Bert Slachter te gaan, analist bij Bitcoin Alpha. Hoi Bert. Goedemorgen, Herbert. Bitcoin is de afgelopen dagen flink gedaald door de spanningen in het geopolitieke veld. Zaterdagavond in het weekend. De prijs is wel weer wat opgekrabbeld, maar ook weer niet zoveel. Het is volatiel. Is dat ook de uitbraak die jij zag aankomen die in de buurt van de halving zou plaatsvinden? Nou, eigenlijk niet. Wat we afgelopen weken zagen was een consolidatie. De koers die zag steeds minder grote uitslagen. Het volume nam af, de volatiliteit nam af, de rust keerde terug. En je zag eigenlijk afgelopen weekend wat onrust terugkomen. De koers die daalde zo'n 10% van $70,000 naar $63,000. Dat gebeurde in twee stukken. De eerste stap was op vrijdagmiddag al, tegelijk met goud en aandelen die ook daalden. En dan zaterdagavond de tweede stap. Ja, dat was op het moment dat alle andere financiële markten gesloten waren. Dus eigenlijk Bitcoin was de enige waar je iets aan kon zien. Ja, dat was op het moment dat Iran die aanval uitvoerde op Israël. Dus dat zou er best wel mee te maken kunnen hebben. Maar het vertelt helemaal niet het hele verhaal. Want er waren vorige week al veel meer spanningen op de financiële markten. En die hebben te maken met macro-economische cijfers in de Verenigde Staten. Het heeft te maken met inflatie die niet lekker daalt naar 2%. Ja, ja. Terwijl de economie krachtig blijft. Hè, dus het plaatje van de zachte landing wordt steeds onwaarschijnlijker. Net als de renteverlagingen die de markt verwachten. Ja, en dan zie je dat de 10-jaars rente in een grote snelheid stijgt. Nou, dat levert dan weer allerlei problemen op de obligatiemarkt. Ja, en dan komen er bij Bitcoin een paar dingen bij elkaar. We zitten in principe gewoon in een hele normale, gezonde correctie na 6 maanden ontzettend hard stijgen. Maar dan ontstaan er spanningen op financiële markten door die macro-economische zorgen en geopolitieke onrust. Ja, en dan keldert, hè, de koers, zo voelt het dan, een keldert de koers 10%. Maar ja, als je wat verder uitzoomt, zitten we gewoon nog keurig in het prijsbereik tussen de $60,000 en $74,000, waar we nu 7 weken zijn waar ze in gaan. Dus het voelt misschien een beetje turbulent, maar eigenlijk valt het gewoon nog behoorlijk mee. Oké, geruststellende woorden. Even naar die halving, want we hadden het er net over en we dreigden al aan jou door te schuiven. Wat verwacht jij dat die halving gaat doen met de prijs? Nou ja, op zichzelf heeft de gebeurtenis van de halving geen invloed op de koers. Hè. Zodra blok 839.999 is gemaakt, vanaf dat moment zullen de miners gaan werken aan blok 840.000, met daarin een gehalveerde beloning voor de maker van het blok. Ja. And that's it. Dat is de halving. Meer is het niet. Dus er is geen enkele reden dat de koers daardoor op dat moment iets gaat doen. Maar op iets langere termijn, moet je denken op de termijn van maanden en kwartalen, heeft de halving wel effect. En wel op twee manieren. Er is namelijk, de eerste manier is, er is elke dag ietsjes minder aanbod op de markt. In plaats van 900 bitcoin per dag komt er 450 bitcoin per dag in omloop. En bij gelijke vraag moet de koers stijgen om aanbod vrij te maken bij bestaande beleggers. Ja, bij gelijke vraag. Effect. En het tweede effect is, ja, precies. Dus zeg maar, als al het andere hetzelfde is. Hè. Ja, dus dit is op zich een betrekkelijk kleine kracht ten opzichte van allerlei andere krachten. Maar het is er wel eentje die over tijd heen bij elkaar optelt. En het tweede effect is dat we zullen gaan zien in de komende maanden dat de miners, de bitcoin miners, gewoon blijven functioneren. En dat er geen problemen gaan ontstaan met het maken van bloks. En dat er geen grootschalige faillissementen zullen optreden. Dus dit soort zorgen die leven bij sommige beleggers. Ook omdat het 4 jaar geleden en 8 jaar geleden en 12 jaar geleden ook zorgen waren. Dus dat keert een beetje terug. En die zorgen die zullen van tafel gaan. En die twee dingen bij elkaar, ja, dat zijn positieve effecten. Maar het mogen duidelijk zijn dat allerlei andere krachten dit heel makkelijk kunnen overstemmen. Zoals geopolitieke, macro-economische ontwikkeling. Precies, ja, ja. Oké, nog even over de rentes. Je had het al over de inflatie die wat hoog blijft. Nu is er een interessant verhaal, begrijp ik, te vertellen over de beleidsrentes van de centrale banken. En of die nou positief of negatief uitwerken voor Bitcoin als ze hoog blijven.
Ja, dat klopt. Ja, Amerika, we kijken nu vooral even naar de Verenigde Staten, zit in een tijd van fiscal dominance. En dat betekent dat het begrotingsbeleid een groter effect heeft op de economie en de financiële markten dan het monetaire beleid. En dat komt door de combinatie van de hoge rente en de hoge staatsschuld. En alleen al dit jaar zal de Amerikaanse overheid naar verwachting $1,600 miljard aan rente betalen. En dat komt grotendeels in de economie terecht en stimuleert daar de economie. En daarom is het ook niet gek dat Bitcoin het al een jaar lang prima doet met een rente boven de 5%. En het ook prima goed kan blijven doen als die rente lang hoog blijft. Maar het gaat om het ideale plaatje van die zachte landing. Daarin daalt de inflatie naar 2% zonder dat de economie in een recessie komt. Dat is wat iedereen wil, dat is wat iedereen verwacht. Dat is goed voor iedereen. En de ontwikkelingen van de laatste weken die suggereren dat het misschien wel niet gaat lukken. De inflatie loopt wat op, de tienjaarsrente stijgt, de dollar wordt sterker. Dat zijn allemaal ontwikkelingen die negatief zijn voor eigenlijk alle beleggingen en ook voor Bitcoin. En nou ja, het is dus niet per se het hoog blijven van de rente wat voor problemen zorgt, maar de reden dat die rente hoog moet blijven, namelijk het beeld dat die zachte landing uit het zicht verdwijnt. Ja, oké, dankjewel voor deze week. Bert Slachter, analist bij het kennisplatform Bitcoin Alpha. Wij gaan nu verder met nieuws. En dat is in dit geval dat de Amerikaanse beurswaakhond SEC zijn pijlen is gaan richten op de wereld van de decentralized finance. En een waarschuwing heeft gegeven aan de cryptobeurs Uniswap. Dat ging in de vorm van een Wells Notice. Dat is een aankondiging dat er handhaving aan zit te komen. Betekent dat het decentraal verhandelen van cryptovaluten op de tocht komt te staan, Daniel? Om te beginnen, wat is Uniswap ook alweer voor een ding? Het is eigenlijk een decentraal handelsplatform waar je dus zonder directe centrale partij cryptovaluta kan omwisselen. En Uniswap is ook niet zomaar een decentrale handelsplaats. Eigenlijk is het een soort van de spil in de wereld van decentralized finance. Als je iets in DeFi wil, is de kans groot dat je met Uniswap in aanraking komt. Dat is de afgelopen jaren echt zo gegroeid. Ja. Iedere dag wordt er voor 3 miljard aan cryptovaluta verhandeld. Het is een begrip, hè? Ja, precies. Afgelopen maand 150 miljoen transactiekosten verdiend. Het is echt een plek waar alles samenkomt, zou ik willen zeggen. Ja, daar gaat dus een waarschuwing heen van de Amerikaanse toezichthouder. Aan een protocol, een ding dat niet eens in handen is van één partij. Waar is die post eigenlijk heen gegaan? Dat is heel apart en dat blijven we zo langzamerhand een beetje tegenkomen in de cryptowereld. De waarschuwing richt zich in principe nu aan Uniswap Labs. En dat is een bedrijf dat zit in Amerika en dat is met ontwikkelaars die zich bezighouden met de ontwikkeling van het Uniswap-protocol. Maar de overtreding, dus het verhandelen van die effecten, waar ik zo nogal wat over kan zeggen, die vindt plaats op het protocol. En daar hebben in feite die ontwikkelaars niks mee te maken, toch? Die waarschuwing richt zich aan Uniswap Labs. En zij reageren ook op Twitter enigszins verbeterd dat ze klaar zijn om te vechten. Maar is dat niet een kunstgreep? Ik bedoel, je kunt dit soort dingen natuurlijk wel zo inrichten. Maar er zijn ook wel rechtelijke uitspraken geweest die te maken hadden met dit soort gedecentraliseerde diensten. En dan worden er gewoon mensen verantwoordelijk verklaard die ermee bezig zijn. Ja, precies. Dus dat is, ik zou zeggen, het is echt voer voor discussie. Want je zou zeggen, een open source protocol, je kan het ontwikkelen. En dat wil niet zeggen dat de ontwikkelaar daarvoor verantwoordelijk is. Dat vind ik dan ook weer een moeilijke discussie. Jij hebt ook zeker een punt dat ze moeten inderdaad iemand aanpakken. En dan is de ontwikkelaar misschien het meest voor de hand liggend. Ja, maar anders wel iemand die een domein heeft geregistreerd. Of dan wordt het nog dunner, die zaak, zou ik willen zeggen. Maar het staat wel deze Wells Notice, dus deze waarschuwing dat er een onderzoek is afgerond en dat de SEC toch actie gaat ondernemen. Ja, wat voor actie zou dat dan moeten worden? Welke reden? Het is duidelijk dat er op illegale wijze effecten worden verhandeld op Uniswap. Dat het effecten zijn, daar is het nog helemaal geen duidelijkheid over. Daar is het Amerikaanse congres is daar eigenlijk al jaren vaag over. Coinbase zit precies met dezelfde problemen. Dat is een centrale partij, maar Uniswap komt dit nu ook tegen. En zo'n Wells Notice, het staat een beetje voor de oorlog die de SEC voert tegen de cryptowereld. In de Bitcoin Alpha las ik de nieuwsbrief dat de SEC in 2023 46 cryptobedrijven op het matje heeft geroepen op deze manier of op andere manieren. Ja, en dat geeft wel aan hoe druk de toezichthouder toch is met dit soort
zaken. Ja, en hoeveel succes hebben ze erbij? Ja, dat gaat allemaal tergend langzaam en dat mondt allemaal uit. In zaken. Niet zoveel zaken afgerond. Nee, precies. Dus ik denk de meest interessante zaak die we kunnen volgen is die van tussen Coinbase en de SEC. Coinbase is heel duidelijk dat zij zijn ervan overtuigd dat er geen duidelijke effectenwetgeving is, waar ze ook gelijk in hebben. En dat ze dus ook niet illegaal effecten hebben verhandeld op hun platform. En ik denk dat dit een beetje de kernzaak gaat worden die ook voor alle andere zaken een soort jurisprudentie gaat neerzetten. Ja, oké. Okay. Nou, in elk geval die zaak tegen Uniswap, die moet nog beginnen. Hè? Die is hooguit aangekondigd. Daar wordt mee gedreigd. En als die eenmaal begint, dan is het voor ons weer fijn materiaal om te gaan volgen. We gaan zo direct een podcast opnemen. En dat doen we met Arnold Hubach. Zeker. Vertel. Ja, nou, Arnold Hubach die is bij allerlei projecten in de cryptowereld betrokken. Hij noemt zichzelf misschien wel Bitcoin-nomade. Hij trekt de wereld over op zoek naar plekjes waar hij bezig kan zijn met Bitcoin. Nou, dan kom je natuurlijk automatisch vaak uit bij El Salvador. Dat is het land dat Bitcoin in 2021 tot wettig betaalmiddel bombardeerde. Ja. Daar is het nog steeds belangrijk. En Arnold Hubach is nu betrokken bij My First Bitcoin. Een club in El Salvador die toch bezig is met Bitcoin-educatie. Dat klinkt misschien een beetje klein. Maar dat is echt een hele serieuze partij. Ik heb me er de afgelopen dagen in verdiept. In welke termen? Omvang? Of wat ze doen? Het gaat dat zij hebben in de afgelopen jaren al tienduizenden studenten de Bitcoin-educatie gegeven. Dat moet je zien. In El Salvador alleen al? Precies, dat moet je zien alsof je een extra lesje maatschappijleer krijgt op de middelbare school, of dat er iemand EHBO-les komt geven. Nou, zo is er ook Bitcoin-les. Je krijgt ook een Bitcoin-diploma. Er is een heel curriculum. Het ministerie van Onderwijs in El Salvador is erbij betrokken. Er komen heel veel scholen naar de organisatie van Arnold toe. En ze zijn nu zelfs in het buitenland aan het uitbreiden. Dus het is echt een verhaal waarvan je denkt, nou, dat zijn een paar gasten die op eigen houtje een beetje Bitcoin les geven. Nee, het is veel groter. Het gaat om honderden leraren, tienduizenden studenten. Heel leuk verhaal om je ineens in te verdiepen. Ja, en wat kun je dan als je dat diploma hebt? Nou, dat gaan we straks aan Arnold Hubach vragen. Dat is een leuke teaser om het mee af te sluiten. Hier laten we het dus voor de CryptoCast op BNR. Bedankt Daniel Mol als co-host. Wie meegaat naar die podcast? Nou, heel graag. En zo niet, dan is het ook goed. Dan heel graag tot de volgende week bij de CryptoCast op BNR. Welkom bij de CryptoCast deel 2 van 320. Dit is het podcastdeel. In 320a hebben we het gehad over het laatste crypto-nieuws. Die kun je ook vinden in deze podcaststream. En nu gaan we praten over Bitcoin-educatie in El Salvador, maar ook in de rest van de wereld. Met onze gast Arnold Hubach. Hartelijk welkom. Dankjewel, goedemiddag. Niet voor het eerst hier, medeoprichter van Bitcoin Focus, redacteur van Bitcoin Magazine NL. En hij is onderdeel van het educatieplatform My First Bitcoin. Daar gaan we het vooral over hebben. Ja, leuk. En mijn co-host is Krijn Soeterman. Hoi. Cryptojournalist, auteur. En voor we beginnen het volgende. Dit programma wordt gesponsord door Bitfavo, de grootste crypto-exchange van Nederland, waar je makkelijk en tegen lage transactiekosten meer dan 250 verschillende digitale valuta inmiddels kunt kopen, verkopen en bewaren. Handel net als een miljoen andere gebruikers. Dat getal is hetzelfde gebleven bij Bitfavo. Arnold, de vorige keer dat je hier was, spraken we ook nog over jouw Bitcoin-bordspel Blockhunters. Ja. Hoe staat het ermee? Vandaag gaat het definitief ontwerp naar de fabrikant voor een prototype. Voor een prototype? Oké, dus nog niet voor serieproductie. Nee, we hebben net 2 weken geleden de samples gekregen van alle materialen. Ja. Van of het nou Black Core karton moet zijn, allemaal dat soort dingen. En glossy of andere afwerkingen. En nu, dus met onze bestanden, gaan ze een eerste prototype maken. En als dat over 2 weken binnenkomt, de laatste dingen fine-tune en dan wachten op de echte spellen. Ja, ja, ja. Heb jij het al voorrecht gehad, al Krijn, om dat te mogen spelen? Helaas, ik heb het alleen langs zien komen, maar nog niet gezien, nee. Oké, nou, ik heb het wel gedaan op een testavond met Krijn en een tiental of zo andere liefhebbers. Patrick van der Meijden was daar bijvoorbeeld bij, van Bitkassa. Het is een combinatie van kaarten, hè, waarbij memory-elementen zitten. Je kunt maar beter onthouden wat er een op zijn kop gelegde kaart, wat daar voor plaatje je in het begin van het spel hebt gezien. Ja. En tegelijkertijd is het ook een kansspel, hè. Ik zou het samenvatten. Een beetje combinatie van memory, een beetje poker. Je moet ook een beetje bluffen en zorgen dat iemand niet jouw private key kan raden. Je moet samenwerken om een blockchain te bouwen, maar je moet ook weer voor jezelf
proberen te winnen. Dus ja, verschillende elementen. Ja, de processen van mining en bitcoin gebruiken. Ja, het zijn van een nood, het verifiëren wat er gebeurt. Zeggen van dit is valide, dit is correct. Ja, transacties zitten erin. Hoe lang geleden zijn jullie begonnen met het ontwerpen ervan? Volgens mij al 2 jaar geleden, toch? Ja, ik denk al wel bijna 4 jaar geleden dat het eerste idee is gekomen. En nu, ik denk een jaar, 3 maanden geleden dat echt de crowdfunding is gestart. En alles is echt is gaan lopen. Ja, en dus nu bijna het punt dat voorbij is. En mijn indruk was, moet je me even zeggen of je het daarmee eens bent, Arnold, dat het een spel is dat bitcoiners zal aanspreken, omdat ze er dingen in zullen herkennen. Als je het wilt gaan spelen met mensen die nog moeten leren over bitcoin, dan kun je maar beter iemand meebrengen die ook nog eventjes echt erbij kan vertellen hoe het proces van mining werkt en hoe een transactie werkt en wat een private key is en dat soort zaken. Precies, dus het mooiste is als je 1 bitcoiner hebt en bijvoorbeeld 3 spelers die dat niet zijn. En daarmee komt het gesprek op gang. Want je gaat vragen krijgen van waarom wordt die coin steeds gaarder? Waarom komt er steeds minder nieuwe bitcoin in het spel? En hoe zit het nou als ik mijn echte private key verlies met bitcoin? Wat gebeurt er daarmee? Ja, en dan kan je daar het gesprek over starten. Dat is ook een beetje de educatiekant. Van, het is een soort van leuke tool om eigenlijk dat gesprek op gang te brengen. Maar je hoeft niet per se bitcoin te snappen, eigenlijk helemaal niet, om het spel te spelen. Ja. Want het zijn gewoon simpele spelregels die je moet volgen met dat wiskunde en dingen onthouden. En een soort van speltheorie die daaruit volgt. En hoeveel spelers minimaal? 2 tot 4 maximaal. Oké, helder. Ja. En wat is de speelduur ongeveer? Eerste keer denk ik 3 kwartier. Maar als je het eenmaal door hebt, half uur, dan ben je er doorheen, heb je 10 blokken gemaakt. De blockchain is klaar en je gaat kijken wat er in de blockchain zit. En wie hoeveel bitcoins heeft. Nou, ik ben heel benieuwd hoe het speelt. Ja, ik kan je vertellen dat ik 2 keer kansloos verloren heb. Oh, nou, klinkt goed. Dus ik vond het helemaal niks. Nee, heel interessant. En ik ben heel benieuwd wat dat gaat doen bij het publiek. Oké, daar laten we het verder bij. Want als het echt uitkomt, dan kunnen we er misschien nog een keer over hebben. Maar dat zien we dan wel weer. Prima. Jij bent gaan werken bij een organisatie die heet Mi Primer Bitcoin. Mijn Spaans is niet wat het had kunnen zijn, maar spreek ik het ongeveer goed uit. Dat is helemaal correct, ja. Dat is meer gelukt dan wijsheid. Maar My First Bitcoin is misschien makkelijker om het op te houden. Wat is dat voor een club? Het is een non-profit organisatie uit El Salvador. Maar met eigenlijk de focus op de hele wereld om bitcoin-educatie aan te bieden. Compleet open source voor iedereen die dat maar wil doen op zijn eigen manier in zijn eigen community. Ja, maar wat voor activiteiten ontplooit je dan zoal? Wat ga jij daar doen? Mijn persoonlijke rol is om het hele netwerk van, laten we zeggen, 20 projecten in de hele wereld die iets met ons Bitcoin diploma curriculum doen, om dat te faciliteren en op te bouwen en eigenlijk dat helpen te laten groeien en een beetje te managen. En wat wij doen is dus dat open source diploma maken en dat in El Salvador op scholen lesgeven, maar daarnaast ook speciale lesprogramma's voor bijvoorbeeld bedrijven of een lesprogramma om docenten op te leiden die dan weer naar hun eigen school teruggaan om daar weer dan het diplomaboekje verder uit te leggen. Ja, lesgeven in Bitcoin is dus de kernactiviteit en de meeste activiteiten vinden plaats in El Salvador. Daar is het dan wel begonnen, maar nou ja, Bitcoin is mondiaal, Bitcoin-educatie zat ook en als je het ergens goed opzet, ja, dan moet je komt van alle kanten vraag om dat verder op te bouwen. En dat is dus nou precies waar ik mee bezig ben. Ja. Hoe ben je daar beland? Ik ben daar beland in, dat is een heel lang verhaal. Nou ja, we hebben wel even begon tijd. Begon een poos geleden, 2021. Ik denk, laten we zeggen, 1 september, een week voordat de Bitcoin-wet van kracht ging, was ik in El Zonte. Bitcoin-wet in El Salvador. In El Salvador, ja. Hoe heet het? Wettig betaalmiddel. Ja, precies. Ja. En ik was in El Zonte bij Bitcoin Beach en dan zit je daar met je groepje bitcoiners in het Walhalla, in het mekka van de bitcoiners. Mm-hmm. En daar kwam het idee op van iemand, dat is nu een goede vriend van me en dus ook mijn collega John Denny, een Amerikaan. En die zei, als El Salvador het eerste land is dat bitcoin het wettig betaalmiddel gaat neerzetten, dan moeten we het echt goed doen met z'n allen. Want we gaan een soort van precedent zetten. Dus wij moeten hier onze steentjes bijdragen. We moeten educatie gaan doen. Want dat was wel duidelijk. Dat was er compleet niet. Oké, dus daar bleef de overheid in gebreken op dat punt? Ja, compleet. En vanuit dat idee is hij toen met My First Bitcoin gestart. Dus dat is 2021 geweest. Ik was er vanaf dag 0 bij. Maar had natuurlijk mijn eigen dingen.
Mijn eigen projectje is andere focus. En dus nu, 3 jaar later, ben ik er weer bij teruggekomen als... noem het werknemer, maar... werk ik dus ook voor My First Bitcoin. Maar in die tussentijd is er gigantisch veel veranderd en gebeurd. Ja. Maar het begin lag dus echt bij Bitcoin Beach in El Salvador. Ja. Puur nieuwsgierigheid, is dat dan een gesalarieerde functie? Of is het vrijwilligerswerk? Hoe werkt dat? Dat is een baan. Dat is een salaris, baan. Zeker. Ja. Oké, dus je bent nu in dienst van... Is het een El Salvadorese organisatie? Ja, zeker. Ja. En betalen ze je in Bitcoin? Jazeker. Kijk. Ja, het is ook Bitcoin-only, compleet. Dus er is geen andere optie. Dus wat dat betreft consequent in elk geval. Ja. Maar je zegt net, het is een open-source organisatie. Dus niet alleen de informatie is open-source, maar alles is open-source. Hoe werkt dat dan eigenlijk? Hoe zit dat dan in elkaar? Het komt eigenlijk op neer dat je begint met, dus dat met lesmateriaal. Dat spreekt voor zich, dat staat open-source, je mag het gebruiken. Maar vervolgens is het hele punt dat je eigenlijk... je hele organisatie een soort van operating system maakt... waar iedereen op kan inpluggen en kan meedoen. En het is eigenlijk een soort van draaiboek waar je zo aan kan bijdragen. In plaats van dat alles per se afhankelijk is van My First Bitcoin. En dat is een hele grote, moeilijke opdracht... om dus zoiets op te tuigen vanuit niets. Maar goed, dat is dus precies wat we nu moeten doen. En heb je dan ook zeg maar de bepaalde manieren hoe je dat dan op weet te vangen? Zeg maar, want ik bedoel, het is natuurlijk als je bij elkaar kunt zitten en af en toe bij de koffieautomaat bij zo'n spreker even snel iets kunt bespreken, is hartstikke handig. Maar je zit in allemaal verschillende tijdzones. Je hebt allemaal mensen met misschien de meeste Spaanstalig, maar ook steeds meer andere talen. Hoe werkt dat dan? Hoe ziet het eruit? Het grootste gedeelte van het team, dus My First Bitcoin heeft natuurlijk gewoon een team, waarvan ik een onderdeel ben, die zitten wel in El Salvador. En die hebben ook de focus vooral op El Salvador zelf. Want daar gebeurt enorm veel, en daar kunnen we het straks nog wel over hebben. Ja. Op de scholen en met docenten. Maar dat hele netwerk eromheen waar ik mee bezig ben... dat is dus, wat gebeurt wereldwijd, wat je zegt. En dat moet je dus echt faciliteren. Dus daar moet je een netwerk voor bouwen, communicatie, templates... dingen standaardiseren. Ook een beetje de kar trekken om bepaalde meetings te plannen. Maar wat je zegt, dat is... heel decentraal en heel organisch. Ja. En wat gebruiken jullie vooral zeg maar, om dit dan uit te voeren? Is het allemaal via GitHub of via andere platforms? Of hoe werkt dat? Tot nu toe moet ik eerlijk zeggen... dat is dus nu de hele weg waar ik nu mee bezig ben... is om dat dus goed te gaan opzetten. Ja. En ik ben nu net een paar weken bezig. Dus hoe dat er precies uit gaat zien, kan ik je niet vertellen. Maar... dat daar een visie voor is, dat zeker weten we. Ja, maar iets van hoe het eruit gaat zien kan ik je wel vertellen... want er staat het nodige materiaal al online. Ja. Lesmateriaal, je had het over een curriculum... maar iets wat toch veel weg heeft van een lesboek met opdrachten. En dat kun je al gewoon vinden. Ik geloof zelfs in 2 talen, Spaans en Engels. Dat is de nieuwste versie uit 2024, in 2 talen inderdaad. Maar hij is inmiddels van vorig jaar, het schoolboek is er vertaald naar... volgens mij 12 talen en er lopen er nog iets van 8. Dus dat gaat echt van Swahili tot Vietnamees tot Spaans, Nederlands. Ja, en in al die taalgebieden hebben jullie dus iemand, of misschien wel een team... die dat naar eer en geweten vertaalt? Ik zou het niet per se een team noemen, maar het is gewoon weer... de Bitcoin-beweging, de community, de gemeenschap. Opeens is zo'n versie er in een bepaalde taal waar je nog nooit van had gehoord. Ja, mensen die melden zich aan van ik wil graag bijdragen, ik wil het vertalen. En dan vanuit die vertaling komt dan iemand daar les uit gaat geven. En dat begint allemaal heel klein en heel grassroots. En hoe bewaak je dan de kwaliteit? Hoe weet je of iemand dat goed heeft vertaald? Of degene die het heeft vertaald echt wel verstand had van Bitcoin bijvoorbeeld? Ja, dat is heel lastig. Ja, dat hoop je maar het beste van. Ja. Maar uiteindelijk... heeft het ook weer een keerzijde, is dat iedereen die het vertaalt... ook weer met nieuwe ideeën komt. Ik kreeg gisteren bijvoorbeeld een berichtje van een project uit Honduras... dat het boekje gebruikt. En die zei van, heel leuk, er gaat een stukje over sparen. Maar eigenlijk moeten we gewoon een soort van huishoudboekje implementeren... met inkomsten, uitgaven, dat zit er niet in, kunnen we dat toevoegen? Die zegt van income expenses. En ik wil dat gewoon eventjes voor iedere docent... of iedere student in mijn klas... dat ze voor hunzelf even zo'n boekje maken van... dit is waarom we sparen, dit geef ik uit. En wat is dan wat bedoelt deze persoon dan? Een papieren boekje of echt meteen ook al boekhoudsoftware? Nee, gewoon even simpel een notitieboekje. Maar meer van het idee van, dat is dus die keerzijde. Ja. En het is ook niet zo dat je kunt zeggen van... ik weet precies hoe alles moet zijn.
Dus dat doen we ook weer met z'n allen natuurlijk. Ja, want het boek begint niet direct met, zeg maar, hup, hier heb je bitcoin, zo werkt een blockchain en dat soort dingen. Maar het begint echt met eigenlijk, hoe werkt economie, hoe werkt geld, dat soort zaken, toch? Ja, ja. En misschien goed om even een paar stapjes terug te gaan. Want het is in 2021 begon My First Bitcoin met gewoon een simpele introductieles van een uurtje. Daar kwam je naartoe, kreeg je wat sats toegestuurd, je zet een wallet in, je snapt een beetje wat schaars geld is en hoe je dat overal kunt versturen. En dat was dus gewoon één simpele les van één uur. Dat is helemaal gegroeid tot een diploma boekje of een werkboek, of hoe je het ook wil noemen, van 10 lessen, 10 hoofdstukken. Ja. Die dus ook nu echt op scholen worden gegeven. Dus dat is die hele scope en de hele aanpak is ook al veranderd. En wat je zegt, dus in het begin gaat het helemaal over de economie. Of eigenlijk meer, wat is geld? Waar moet geld aan voldoen? Welke eigenschappen? De geschiedenis van geld, uiteindelijk fiat en wat daar allemaal omheen gebeurt. Totdat je dan uiteindelijk bij zelfs cyberpunks uitkomt en dan vanuit daar bij Bitcoin. In hoofdstuk 7 volgens mij pas, of hoofdstuk 6. Dus ook een heel groot deel is niet per se Bitcoin, maar meer alles daaromheen. Ja. Ja. Oké. Over open source en wat jullie al gepubliceerd hebben. Zag ik nou goed dat er ook een soort, bij het open source materiaal, ook een soort diploma te vinden is? Want dat vond ik wel een beetje wonderlijk. Dat het leek wel of je eigen diploma alvast kon printen. Of heb ik dat nou verkeerd gezien? Nou ja, er zijn inderdaad diploma-uitreikingen. En dan misschien ook even voor de context. My First Bitcoin geeft les op scholen in El Salvador. Mm-hmm. En we hebben nu volgens mij 30.000 leerlingen lesgegeven. En dat is dus die 10-weekse programma. Ja. Aan het einde daarvan moeten ze kunnen aantonen dat ze iets van Bitcoin snappen. En ik zou dat dan vergelijken met, je hebt zwemlessen en aan het einde krijg je je zwemdiploma. Om te kunnen laten zien, ja, dat jij kunt zwemmen. Je hebt de toets gehaald. Ja. En dat is dan het certificaat of een diploma-uitreiking, zo zou je het kunnen noemen. En ja, dat staat open source, want dan kunnen andere projecten. Kunnen alle leraren erbij. Precies. Ja. Maar alle leerlingen die handig genoeg zijn, kunnen dat ook. Ja, maar je kunt ook je eigen zwemdiploma printen, maar daar heb je niks aan. ja, als het goede stempel er niet op staat. Ja, ja. Nou, ja, okay. Uiteindelijk. Ik ben ook zelf bij die diploma-uitreikingen geweest in El Salvador. En dat is echt mega vet. Want die leerlingen hebben dus 10 weken lang over Bitcoin geleerd. Dan is de grote dag. En dan komen Bitcoiners die gewoon echt al wat gevorderd zijn. Die worden uitgenodigd naar een bepaalde school toe. Dus ik ben bijvoorbeeld in Apopa geweest. Dus ongeveer een half uurtje van San Salvador. Is helemaal mooi opgetuigd met allemaal vlaggen en ballonnen. En al die studenten komen dan langs bij jou aan een tafeltje en jij gaat verifiëren wat ze weten. Dus een aantal vragen over wie is Satoshi. Gewoon echt een mondeling examen gewoon. Ja, ja, en dat, die okay. Zitten dan, ja, net zoals wij hier zitten, dan gewoon eventjes een paar minuten eerst praten, vragen, antwoorden. Daarna sturen ze wat Bitcoin naar een wallet, dus ze moeten kunnen laten zien dat ze een Lightning QR-code kunnen maken. Daarna sturen ze wat terug, zodat ze ook kunnen verzenden. En dan de vierde stap is om ook een backup te kunnen maken van je wallet. Dus je moet hem kunnen verwijderen en daar nu weer kunnen instellen. Oh, ja. Dus dat is wel een beetje theorie, maar ook veel praktische dingen die ze moeten laten zien. En als dat is gedaan, dan krijgen ze inderdaad het certificaat met het volkslied erbij en een hele happening. Zoals het dan gaat in El Salvador. En dan daarna hebben ze altijd nog een soort van marktje georganiseerd, waar alle studenten dan, ja, ze hebben wat gebakken of gemaakt. En dat kunnen ze dan verkopen voor Bitcoin onderling. Ah. En dan heb je nog een klein circulair economietje. Gewoon voor de, schattig, voor de gimmick. Maar, ja. Dus. Maar je doet een soort betaalexamen dus echt. Ja. Laat maar zien dat je kunt betalen. Ja, precies. Bitcoin. Ja. Ja. En dit is dus hoe het in El Salvador is begonnen. En wat ik zeg, dit wordt dus nu ook in 20 landen, laten we zeggen 30 projecten, overgedaan. En die doen dezelfde lesboekjes. Ja. En ook weer die graduations, die diploma-uitreikingen. Ja. Maar dan in hun eigen communities. En dat zijn niet onbelangrijk als je dat doet. Waar haal je dan bekwame docenten vandaan? Wat voor eisen stel je daaraan? Opleiden. Eerst de docenten zelf opleiden? Ja, dus we hebben nu bijvoorbeeld een paar docenten die in El Salvador lesgeven. Die waren voorheen student. Bijvoorbeeld Gerardo, de jongen van 19. Die staat nu voor zijn klas in het hele land Bitcoin uit te leggen. En laten we zeggen, een jaar geleden was hij nog een van die studenten. Ja, ja. Hé, hey, maar als het over El Salvador gaat. Toen het net geïntroduceerd werd, ging de hele wereld er naartoe om te checken of mensen er iets mee wilden met Bitcoin.
Toen was het, tenminste wat je in het meer reguliere nieuws zag, vooral van, ja, mensen hebben andere problemen. Nu zijn we inmiddels dus ruim 3 jaar verder, volgens mij. Nee, wel meer, toch? 4 alweer? Ik weet niet. Tijd is super snel. September 2021, dus ik denk 2,5. Oké, vooruit. En hoe staat het er nu mee dan? Want ik kan me voorstellen, als je nu al 30.000 mensen hebt, ja, eigenlijk langs hebt gehad in zo'n klas. Hoe zit het in El Salvador nu met de acceptatie van Bitcoin? Het is zeker weten niet hyper-Bitcoinized dat je overal mee kunt betalen. Ja. Als ik er ben en ik ga op zoek naar, ik wil per se met Bitcoin overleven, dan kan dat. Vrij aardig, niet compleet, maar wel heel zeer, in San Salvador in ieder geval heel vaak. Ja. Natuurlijk, die studenten zitten verspreid over het hele land, waarvan sommigen het misschien ook wel weer laten gaan en niet interessant vinden. Ja. Maar die illusie dat dat door een wet aan te nemen iedereen automatisch Bitcoiner is, natuurlijk een beetje, ja, is een beetje flauw, want daar ging ik ook niet van uit, nee, hoor, maar het was meer. Nee, maar heel vaak wordt dat wel gewekt, dat idee van, ja, het is een wettig betaalmiddel, dus iedereen snapt Bitcoin en doet er van alles mee. Nee, dat is het punt waarop de leercurve voor heel veel mensen is begonnen. Ja. En ook bijvoorbeeld, volgens mij hadden we het de vorige keer al even genoemd, er is nu een nieuwe circulaire economie in Berlijn. Er was vorige week ook een conferentie, een Bitcoin-conferentie. Omdat die Bitcoin-wet van kracht is, is het zoveel makkelijker om zo'n initiatief te starten, omdat die activatie-energie ligt lager. Mensen hebben er al van gehoord, het is een wettig betaalmiddel, dus dan doe je makkelijker mee. Terwijl als je hier in een random, willekeurig dorp in Nederland zou zeggen, laten we hier met z'n allen Bitcoin accepteren. Maar Berlijn is een dorp in El Salvador? Ja. Oké, okay, ik dacht even Berlijn. Oh, nee. Ja. Goeie vraag. Ja. Ja, het is begonnen, vertelde je, omdat de overheid in gebreken bleef op het punt van educatie over Bitcoin. Doet de overheid nu mee? Of erkent die wat jullie doen? Hoe is de verhouding nu? Ja, dus zover even teruggaan. Laten we zeggen, 2022 kwam het diplomaboekje uit, de eerste versie. En toen hebben we enorm veel aanvragen gekregen. En ik zeg veel, omdat ik in die tijd dus natuurlijk mijn first Bitcoin al heel veel gevolgd heb en altijd weer terugkwam. Dus het was heel veel scholen die dan in 2022 de vraag neerlegden van, kunnen jullie dit lesgeven bij ons? Dat begon dan in Usulután, dat is een regio een beetje in het oosten van het land. En samen met de gouverneur is dat opgezet. Een aantal scholen daar, dus dat begon zoals een leuk project via het openbare schoolsysteem. Mm-hmm. Weer een stukje later is dat nog verder uitgebreid, echt met een samenwerking met het ministerie van Onderwijs, van Educatie. Waar op dit moment nu zelfs vorige week 97 docenten zijn afgevaardigd vanaf het ministerie van Educatie om dus opgeleid te worden als Bitcoin-docent. Dus dat voorbeeld van net even van je zwemdiploma, die worden dan een zwemleraar al zijnde. Jij mag dit nu op andere scholen gaan vertellen. Ja. Voorbeeld ook al eerder aangehaald. Je hebt op elke school een gymdocent die is gelicentieerd om gymlessen te geven. Of iemand die EHBO-lessen geeft, die kan dat specifiek. Het is niet dat iedereen dat is. Er zitten vaak maar 1-op-1 school. En dat is nu het plan, dus om op elke middelbare school in ieder geval 1 Bitcoin-docent te krijgen. Waarvan de eerste 97 nu zijn afgestudeerd. Die hebben ook zo'n diploma-uitreiking gehad. En de rest van dit jaar moeten er nog 700 of 600 bijkomen. 700 in totaal. Ja. Hoe snel groeit dit verder? Gigantisch snel. Ja? Ja, kun je daar cijfers over? Exponentiële groei, zoals altijd. Exponentiële groei natuurlijk, ja. Nou ja, wat ik zeg, we begonnen in 2021 letterlijk in de week nadat Bitcoin verkracht ging, van ik ging met John en een paar anderen de straat op en we plukten mensen van straat van, wil jij iets over Bitcoin leren? Kom naar ons huis en we geven jou wat zat en we leggen het uit. Dus het begon dus echt zo klein met, nou, veel kleiner komt mij er niet. Mm-hmm. En nu, 2,5 jaar later, heb je 30.000 studenten lesgegeven. En heb je dit trucje, ben je aan het dupliceren in 20 andere landen. Waarvan er elke maand weer nieuwe bijkomen. Dus bijvoorbeeld afgelopen maand hebben we 4 nieuwe projecten die zich hebben aangesloten uit Haiti, Ierland, Georgië en mis ik er één. Dan kan ik je niet helpen. Nee, maar goed, gewoon om je aan te geven. Van alle kanten overal komt het van wereld, buiten naar binnen. En je hoeft eigenlijk geen moeite voor te doen om dus te groeien. Het probleem is juist wat ik net al zei. Je moet nu die infrastructuur zo neerzetten. De operating system, dat iedereen daar ook maar gewoon aan kan bijdragen. Dat het uit zichzelf kan groeien. Ja, en
Dan die stap erbovenop is dat het netwerk elkaar kan voeden met dingen die nodig zijn. Dus er was bijvoorbeeld een van de projecten die zijn aangesloten is in de Dominicaanse Republiek, Bitcoin Dominicana. Die wilde een eerste les gaan starten. Maar ja, hoe doe je dat als de allereerste keer? Dus dan heeft iemand uit Argentinië van Bitcoin School gezegd: oh, ik kan remote, kan ik jou wel helpen? Want ik spreek ook Spaans. En dan kun je dus zo overal die lijntjes zien gebeuren in dat netwerk. Hetzelfde gebeurt dus een project in de UK, in het Verenigd Koninkrijk en in Kenia. Die hebben het hardware naar elkaar gestuurd. Of eigenlijk van de UK naar Kenia, zodat ze daar ook weer een Bitcoin-node kunnen opzetten. En daarmee die studenten weer bezig kunnen. Dus je ziet overal, ja, ik sta er helemaal buiten. Ik draag er bijna gaan bij, maar het is meer om dat te faciliteren. Te zorgen dat iedereen elkaar kan vinden en waar dan elkaar kan delen. Ja, want op de site van Mi Prima Bitcoin staat ook nog een landkaart, geloof ik, met allemaal plekken waar dat dan nu plaatsvindt. Ik geloof 25 landen. Inmiddels? Ja. Ja, klopt. En jij kunt niet al die landen zelf in de gaten houden, dat snap ik wel. Maar kun je iets zeggen over in welke landen dit nou verrassend succes heeft of juist niet? Misschien dat er verbanden zijn met hoe een land er economisch aan toe is. Ik weet het niet, maar wat valt op? Eigenlijk dat het super divers is. Mm-hmm. En wel heel veel Centraal-Amerika, wat ik zeg, Dominicaanse Republiek, Haiti, El Salvador, Honduras heb ik allemaal al even genoemd. En er zitten er wel meer in die regio. Maar ik hoorde ook Ierland bijvoorbeeld. Ja, dat is dan weer een gloednieuwe. Dus daar kan ik nog niet heel veel over zeggen, want dat is pas net. Maar wat er misschien wel leuk is om te vertellen, is dat er ook in datzelfde netwerk dan wij noemen dat dus een node, een project zit uit Verenigde Staten. En dat is een soort van community van allemaal veteranen. Oud-militairen, die nu Bitcoin willen, laten we zeggen, prediken onder andere veteranen. Met het idee dat alle veteranen die terugkomen of die in die bepaalde staat wonen, die hebben recht op omscholingscursussen en educatieprojecten. En zij doen het nu vanaf de aanvliegroute. Wij gaan in onze staat dit met de federale overheid, en daar hebben we de goedkeuring voor gekregen, Bitcoin-lessen geven aan alle veteranen. Weet je welke staat het is? Ik dacht Georgia. Ja. En dit is zo'n compleet andere aanvliegroute dan bijvoorbeeld iemand in Kenia die het Bitcoin diploma boekje lesgeeft aan iedereen in Nairobi. Weer compleet anders dan iemand die dat doet in, laten we zeggen, Haiti. Dus ja, je kunt er niet een pijl op trekken, behalve dat iedereen hetzelfde doel heeft. En dat is delen hoe Bitcoin werkt en hoe het iets kan bijdragen. Ik zou wel benieuwd zijn hoe dat dan gaat in zo'n land als Kenia of zo, of misschien wel gewoon in Georgia, van wat die mensen dan vertellen en wat voor beweegredenen ze allemaal hebben. Want ik neem aan dat iedereen heeft natuurlijk een ander leven. En in Nederland is natuurlijk heel vaak mensen speculeren wat en dat soort dingen. Maar als je natuurlijk in Centraal-Amerika woont, heb je misschien heel andere redenen om wel of niet Bitcoin te willen gebruiken. Ja, nou, in Kenia ben ik dus toevallig geweest. Daar hebben we de vorige keer ook al even over gehad. Maar ik kan nog een keer kort samenvatten. Is dat de Keniaanse shilling verloor 40% in een jaar. Daarnaast gebruikt iedereen, of bijna heel veel mensen gebruiken de M-Pesa als betaalmiddel. En dat is dus een betaalsysteem wat je met sms'jes kunt doen tussen telecomproviders. Dus mensen zijn al wel een soort van gewend om digitaal te betalen, maar dat is super centraal, want het is een combinatie van Vodafone en Safaricom, dus twee telecombedrijven. Waar dan nu sinds kort bijvoorbeeld automatisch belastingen gegeven worden per betaling, allemaal dat soort dingen, waardoor je een combinatie hebt van geldontwaarding en centrale systemen, waardoor mensen vragen gaan stellen. En dan is Bitcoin natuurlijk een goede voedingsbodem. En dit is dan, ja, wat je zegt, een van de vele verhalen in al die verschillende regio's. Ja, en je zei al, het is Bitcoin only, wordt zelf betaald in Bitcoin. Maar hoe komt My First Bitcoin zelf aan geld? Goeie vraag. Het eerste belangrijke wat ik wel wil noemen is dat de organisatie wil onafhankelijk en onpartijdig blijven. Ja. En dat in combinatie dus met donaties, want er zit geen verdienmodel achter. Dus alle funding komt vanuit sponsoring, donaties. Bijvoorbeeld de Human Rights Foundation. Alex Gladstein is natuurlijk een bekende bitcoiner die veel doet. Wie, sorry? Alex Gladstein. Alex Gladstein. Ja, van de Human Rights Foundation. Maar ook bijvoorbeeld Block van Jack Dorsey, voorheen Square, doneert. Ja. Paystand en nog een paar andere partijen. Maar ook gewoon laten we zeggen, de retailer, jij en ik. Volgens mij zitten we nu op ongeveer 3 bitcoin via Geyser. Dat is een bitcoin crowdfunding platform.
dat is binnengekomen. Soms zijn er speciale charity events. In El Salvador was 2 weken geleden een soort van veiling. Dus iedereen die geeft wat bepaalde goodies. Laten we het even zo noemen. Bijvoorbeeld de Little Hodler. Met dan de handtekening van de president erop. Bijvoorbeeld, die is dan geveild. En dat is dan voor het goede doel genaamd. My First Bitcoin. Dus op die manier, alles komt vanuit de community. En de ene draagt wat bij met een donatie. En de andere door les te geven. En de andere door te vertalen. En de andere door, nou ja, noem maar op. Ja. Dat is een manier waarop die blijkbaar werkt tot op zekere hoogte. Vraag me wel af, schaalt dat ook? Vroeg of laat zul je grote bedragen nodig hebben. En het blijft kruimelwerk toch zo, of niet? Dat valt best mee. Ja? Ja. Ja, ik weet niet of ik nou bedragen moet noemen, maar... Nou ja, dan zijn we gewoon nieuwsgierig natuurlijk. Ja. Precies. Nou ja, wat ik bijvoorbeeld het enige wat ik kan zeggen is... dat is gewoon de getallen staan op de website met verschillende tiers... van hoeveel bepaalde partijen gedoneerd hebben. Okay. En je kunt ook anoniem doneren natuurlijk. En op Geyser bijvoorbeeld, ja, er is bijna 3 bitcoin opgehaald. En hoeveel is dat nu? Dat is 200.000 euro. Ja, kun je even mee verder. Ja. Ja. Je noemde onafhankelijkheid. Tegelijkertijd zeg je Jack Dorsey van Block, die sponsort dus een bedrijf. Kan die onafhankelijkheid in het geding komen? Neem je daar maatregelen mee met een statuut of weet ik veel? Hoe doe je het handhaven van die onafhankelijkheid? Ik denk vooral heel streng en heel duidelijk zijn. Misschien wel een leuk voorbeeld daarvan is een andere samenwerking met de overheid van El Salvador. Zo'n maandje geleden is dat op Twitter gedeeld. Dat dit schoolboekje waar we het net over hadden is voor de leeftijd 15 tot 18. We zeggen 14 tot 18. Voor de jongere generatie wordt nu ook een nieuw boekje gemaakt. Dat is natuurlijk ook iets, ja. Ja, in samenwerking dus ook weer met de overheid. Maar goed, je kunt wel geld vragen daarvoor, maar dan kom je dus inderdaad weer in een soort van... belangenverstrengeling. Echt je drempels, de uitkomst is nu dat de overheid gaat dat boekje open source zetten. Dus de overheid van El Salvador gaat Bitcoin educatieplan delen met de wereld. Nou, ik vind dat een heel mooi... En in het Spaans, dus dat kan zoden aan de dijk zetten. Ja, en dat kan weer vertaald worden enzovoort. Dus, ja. Nee, maar Spaans is een groot taalgebied, bedoel ik. Mm-hmm, waar je veel landen mee bestrijkt. Daarom heb ik het ook ooit gestudeerd, maar dat geldt terzijde. Kijk aan, oké. Dan kun jij dat materiaal ook zelf verteren. En misschien wel recenseren trouwens, krijgen als journalist. Ja, we kunnen sowieso eens even naar kijken. Ja, ja. Nou, maar nu even niet, volgende keer. Volgende keer. Oké, en wat leer je de studenten dan? Hoe ziet dat curriculum... Ik ga helemaal in de waarheid. Hoe ziet dat curriculum eruit? Wat ik zeg, het curriculum is 10 hoofdstukken. Begin bij wat is geld? Waarom hebben we geld? Wat is geld? Uiteindelijk kom je dan uit bij fiat geld en hoe dat werkt. Zelfs met fractioneel reservebankieren, dat soort punten komen voorbij. In El Salvador begrijpen ze dat wel waarschijnlijk. Dat hebben ze nodig meegemaakt. Ja, precies. Ze gebruiken natuurlijk daar de dollar. Dus dat is ook misschien al wat makkelijker om daar allerlei resources vandaan te krijgen en tot de verbeelding te spreken. Daarbij zitten allerlei... Ja, maar ik bedoel eigenlijk vooral dat ze een nationale munt hadden die in de poep is gereden. Ja, precies. Ja, inderdaad. En dus eigenlijk die soevereiniteit afgegeven aan een ander land. Inderdaad, ja. Ja, en vanuit die eerste paar hoofdstukken over geld zitten dan leuke experimentjes en testjes die je met de klas kunt doen. En dan later, hoofdstuk 6, dan kom je uit meer bij de cypherpunks. Die hebben dan gezien hoe dit systeem eigenlijk niet optimaal is voor iedereen. Het werkt prima voor ons hier, maar lang niet voor iedereen. Even noemen we dan het fiat-systeem. En vanuit daar komt dan, wat is Bitcoin? Heel simpel, hoe kan ik het gebruiken? Wat is Lightning? Hoe kan ik Lightning gebruiken? En dan nog zelfs verder dat je gaat induiken van... een transactie ziet eruit met inputs en outputs en UTXO's. En dat wordt dan door een miner gevalideerd... en door een node gecontroleerd enzovoort. En ook dingen... Ja, dus blijft gewoon heel belangrijk. Self-custodial, non-custodial, allemaal dat soort dingen. Dus dat buiten hoe het technisch werkt, gewoon wat jij kunt kiezen... en hoe je het heel praktisch kunt gebruiken. Ja, oké. En we hadden het net al over betaallessen. Maar wat zit er op praktisch gebied nog meer in? Hoe bedoel je dat precies? Nou ja, laat je ze oefenen. En wat laat je ze dan doen? Bijvoorbeeld via testnet of gaat het gewoon via de normale...
Lightning netwerk? Nee, dat gaat gewoon weer het normale Lightning netwerk. Ja, dus een van de dingen is dan inderdaad een Lightning wallet kiezen, instellen, sats ontvangen. En dan, wat ik net al eerder zei, aan het einde van het lesprogramma moet je dat ook weer kunnen aantonen bij de bij de uitreiking, de graduation happening. Maar gaat niet bijvoorbeeld zover dat ze ook nog eens een keertje een proefje doen met hun eigen node installeren of zelf gaan minen of iets dergelijks? Nou, er staat wel uitgelegd hoe je een node kunt draaien. En met de QR-code kom je dan bitcoin.org terecht en dan kun je dat opzetten. Er zijn ook nog wel... het is wat gelieerd. Een soort van een mining-klas wordt nu opgezet, speciaal voor mensen die daar verder in willen. Dus dan heb je daar een speciaal lesprogramma voor, maar dat draait nog niet. Maar het is allemaal work in progress. Er zijn ook weer aanverwante initiatieven. In El Salvador heet dat nu, is er eentje die heet Node Nation. Daar kunnen mensen specifiek met hardware aan de slag en knutselen. Om een Bitcoin-node te draaien. Allemaal dat soort dingen. Ja, het is allemaal Bitcoin, dus je kunt overal wel iets... Dat lastige met hardware in nodes bouwen is natuurlijk van... je moet toch die hele Bitcoin-blockchain binnenhalen. En dat kun je natuurlijk wel allemaal slimme dingen op verzinnen. Maar dan moet je wel echt een programma voor opzetten. Wat dan ook, waarmee je heel snel eigenlijk die hele blockchain binnen kunt halen. Want als je node wil bouwen, dan moet je wel vanaf scratch leren. Maar ja, om 2 weken te wachten. Of nog langer. Dit is dus ook niet onderdeel van het lesprogramma. Ja. Maar er staat wel uitgelegd waar je dat kunt doen en waarom het belangrijk is. Ja. Dus als je geïnteresseerd bent, kun je daarin door. Dat is natuurlijk eigenlijk wel het leukste. Ik praat nu voor mezelf. Ja. Ik vind het ook, ja. Ja, want wat blijken mensen dan leuk te vinden? Mensen met misschien een wat lagere opleiding dan Krijn op zak heeft. Wat willen ze weten? Wat willen ze doen? Ik denk dat je dan meer het grote plaatje moet zien. Dat die studenten gewoon een normale leventje op school hebben. En in één keer komt er dan een aparte Bitcoin-les voor 10 weken. Ja, van de snoes zijn uit het buitenland. Nou, niet altijd. Nou, er zijn heel net gezegd dat ze ook uit het land zelf komen. Ik denk dat er maar 3 niet uit El Salvador komen van het team. Waarvan ik er 1 ben. Goed dan, mooi. Dus die docenten komen echt uit El Salvador. Maar dat er dan dus inderdaad, laten we zeggen, een Bitcoin-delegatie les komt geven over iets wat jij veel van hebt gehoord, maar nooit hebt gesnapt. Dat alleen al is... Ja, ik kan me dat nog herinneren toen ik jonger was. Dat je speciale lessen hebt. Denk van, dit is leuk. Gewoon even wat anders dan weer dat rekenen en wiskunde. En Engels, Spaans, wat dan ook. En toevallig, als de vorige week dus een diploma-uitreiking, zag ik een filmpje voorbij komen wat een van die Spaanse studenten het uitlegde. En die vertelde dan van, dit zijn van die dingen die ik anders nooit had gesnapt. En ik snap niet dat Bitcoin voor iedereen is, bijvoorbeeld. Dus dat heel soort basale dingen van, wacht eens even, het is niet gewoon iets wat voor bepaalde mensen die heel technisch zijn. Bitcoin is echt voor iedereen. Iedereen in de wereld, elk land, elk individu, die heeft er wat aan. Dat soort dingen dan met zich meenemen, van dat heb ik geleerd, buiten nog hoe je het moet gebruiken. Want wat zijn bijvoorbeeld dan vragen die mensen stellen voor dat bij zoiets beginnen? Wat wil men weten in eerste instantie? Of hoe, dat werkt niet zo bij een les, maar hoe... Hoe bedoel je met men? Bedoel je de... Ja, de El Salvadoranen, zeg maar. Wat zijn hun eerste vragen? Wat zijn de eerste dingen die ze willen weten? Durf ik niet te zeggen, want ik ben dus niet de docent. Nee, dat is het. Dat moet ik, dat kan ik gaan redeneren, dat weet ik, ja. Dat Bitcoin-diploma, dat is... ik kan me voorstellen dat dat een trofee is. Misschien een statussymbool. Maar kun je daar ook wat mee? Kun je dat ergens laten zien en dan wordt het op een of andere manier erkend? Niet in zo'n officiële manier. Behalve dat er dan bijvoorbeeld Bitcoin-bedrijven zijn die personeel nodig hebben. Maar het is niet officieel dat je dan, als je die diploma hebt, dan kom je in de... En die zullen in eerste instantie toch programmeervaardigheden vragen, hè? Of boekhoudkunde. Ik weet niet precies wat de status is, maar zelfs iets als een callcenter voor een Bitcoin-bedrijf. El Salvador is echt heel groot voor callcenters. Heel veel Amerikaanse, Canadese banken hebben bijvoorbeeld, dat is dan ironisch genoeg een bank, die hebben dan een callcenter in El Salvador zitten. En ik ken ook mensen die daar gewerkt hebben en die nu daar helemaal weg zijn en nu helemaal met Bitcoin bezig zijn. Dus dat is wel leuk. Dus daar kun je ook nog aan denken. Je kunt er ook gewoon aan denken dat iemand... wel meer naar die programmeerhoek dan verder gaat. Want er zijn ook speciale developersprogramma's die je dan daarmee oprichten.
TotalGos, Kubo Plus. Dat zijn dus eigenlijk de My First Bitcoins voor programmeren. En dan vanuit daar kun je dan ja, misschien al de wijde cyberwereld in of zo. Ja. Laten we het erover hebben hoe ver dit nog kan gaan. Je hebt al gezegd, hè, we gaan verschillende landen in en we krijgen lesmateriaal op verschillende niveaus. Dat kun je natuurlijk op allerlei manieren uitbreiden. Je kunt naar beneden gaan, naar kinderen. Je kunt naar boven gaan, naar misschien wat mensen wat meer opleiding. Je kunt een programma hebben om de wereld te veroveren. Hoe gaat dit verder? Ik denk voornamelijk het doel de hele wereld. En het begon dus El Salvador, maar de missie is wel dat je iedereen in elk land waar dan ook dingen kunt aanbieden die dat nodig hebben. In welk land zitten jullie nog niet waar je het heel nodig vindt? Poeh, dat vind ik een hele goede vraag. Daar moet ik wel even over nadenken. Ja. Nederland? Ja, nee, er is nog niet een officieel project dat dus lesgeeft uit het Nederlandse boek. Wat vind je interessant? Je hebt natuurlijk van die landen die we hier vaak noemen waar crypto verrassend populair is. Vietnam, Nigeria en zo. Hè? Mm-hmm. Turkije, geloof ik. Moet je daar juist wezen, omdat mensen daar al mee bezig zijn, het blijkbaar een functie heeft en een voedingsbodem, kun je aan denken. Of wil je juist wezen in landen waar dat nou net niet het geval is, waar de bevolking nog over de streep getrokken moet worden? Ik denk ten eerste dat wij niet zoveel te willen hebben. Het is maar net waar de projecten zijn, waar de initiatiefnemers zijn die dan verder gaan bouwen met wat voorhanden is en wat kan worden aangeleverd. Ja, waar de meeste winst te behalen is, of is waar de noodzaak het hoogst is. Ja, ik kan wel zeggen van ik wil in Libanon zo'n programma opstarten, maar ja. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja, eigenlijk moet je het andersom zien als iemand zegt van ik wil dit doen, maar ik heb hulp nodig. Laat van je horen. Dan moeten mensen ook weer eens van jou weten. Dus het is ook een soort van zo'n wisselwerking. Ja, nou dat is precies netwerken. Je bereik uitbreiden, marketing, ja, dat is precies waar ik mee bezig ben. Ja. En dat hebben we nu niet genoemd, maar ik heb natuurlijk al best wel wat gereisd. Als dit jaar op veel plekken geweest. Zeker, ja. Sowieso Filipijnen ook, bijvoorbeeld. De combinatie van Bitcoin en de wereld, dat ligt me wel. Ja. Ga jij nu ook projecten, landen waar projecten gestart zijn, afreizen? Om dat misschien een beetje te begeleiden of verder te helpen? Kijken hoe het gaat, hoe ze het doen. Geen concreet plan, maar als die kans er voordoet, ja, zou ik niet raar. Kwestie van een ticket kopen, toch? Hoezo kans? Ja, die maak je zelf. Ja, precies. Ja, kiezen, want ik kom ook al een keer terug naar El Salvador, en een conferentie hier en een conferentie daar. Er is wel een Bitcoin-conferentie in Nairobi in december. Dus die heb ik al wel op mijn achterhoofd. Niks concreets hoor. Zuid-Afrika of? Ja, er zitten dus wel meerdere projecten bij ons netwerk aangesloten. En het staat ook wel hoog. Ja. Yeah. Ekazi, Ubuntu, Witzand. Oké. Okay. Nog iets wat wij moeten weten hierover? Nou, niet per se. Nee, ik alles misschien een leuke oproep is om aan alle luisteraars om na te denken over nieuwe manieren hoe jij Bitcoin kan uitleggen aan je familie, vrienden of wat dan ook. En we hebben nu over dat boekje gehad en even over het spel. Maar gewoon meer heel breed gezien, denk ik dat we nog veel creatiever mogen en kunnen zijn. We hebben het altijd, boeken, een podcast en wat dan ook. Video, ja. Maar volgens mij zijn er nog heel veel nieuwe manieren hoe je dat gewoon kunt starten. Gaat maken, deel het. We hebben testavonden gehad, is heel gezellig. Maar je kunt zo gek niet maken en ja, examenmateriaal, ja precies. Precies, ja. In de oefeningen. En het kan voor andere mensen dus ook weer heel nuttig zijn om dat weer te gaan gebruiken. Dus, kom met je ideeën, lever ze in bij My First Bitcoin. Hè? Dat is, wat is de URL, de website? Even, ik heb het niet uit mijn hoofd. Ja, miprimairbitcoin.io. .io. Ja, maar het hoeft niet per se bij ons te komen hoor. Maar ja, wees welkom. Ja. Heel duidelijk. Het is toch een beetje nodig voor het olievlek effect. Ja, precies. Ja.
Krijg je nog vragen? Ik heb ze allemaal afgehandeld. Mooi zo. Geweldig. Dan sluiten we het hier af. Dankjewel, Arnold Hubach. Jullie ook bedankt. Digitale nomade en in dienst bij Primaire Bitcoin. En tot zover de Cryptocast. Dankjewel ook Krijn Soeterman, mijn co-host van vandaag. Leuk dat je er was. Vergeet hem niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mention @cryptocast.nl. Dat zijn wij dus. Reviews achterlaten op Spotify zijn we beter te vinden. Like, subscribe, comment op YouTube. En allemaal heel hartelijk bedankt. En tot de volgende week bij de Cryptocast.